Beste Fenna, wat is jouw kippenvelmoment? Het was 1979. Ik was onbezonnen met een vriendin op reis gegaan naar het noorden, heel verre noorden van Zweden. Het wat Hermans noemde het Nooit meer slapenland. En wij zouden een wandeling maken van een paar dagen. Een paar gedroogde bloemkool meegenomen en een paar stukjes brood. En wij vertrokken. De eerste dag ging het goed, hoewel wij 3 uur 's nachts was, zonder dat wij het wisten, dat wij een hut ontdekten. De eerste nacht geslapen. Slechts één dronken Zweed ontmoet. Volgende dag wel vermoeid, maar weer vertrokken. De volgende dag was het dan bleek achteraf 1 uur 's middags. Wij lopen verder. Mijn vriendin krijgt pijn aan de voet. Pijn, beetje pijn, meer pijn. Moet gaan zitten, moet stoppen. En waar zijn we? Overal die half donkere en toch altijd verlichte steppen. En hoeveel eten hadden we nog? Ik zeg tegen mijn vriendin, ik pak je rugzak en we moeten verder. We moeten naar de bewoonde wereld. We lopen door. Dagen door. We zetten onze tent neer. Katrien zegt, ik kan niet meer. Dus ik pak haar rugzak weer. Voor een rugzak, achter een rugzak. En ik doe net alsof ik de moed er helemaal in heb en overzie waar we op de kaart lopen. En we trekken verder. Als we een beekje tegenkomen, drinken we in ieder geval wat water. En verder en verder. En ik denk bij mezelf, en muggen. En kou begint het te worden. En pijn, jeremierende vriendin achter me aan. En ik denk, dit wordt ons einde. Totdat ik tussen die grasprietjes asfalt zie. En dat was een kippenvelmoment. Oké. Dat de weg kwam, eindelijk. De weg. Ja, precies. En daar kwam 1 keer per uur een autootje langs. Oké. En met dat autootje zijn we naar een ziekenhuis gereden. En bleek ze een gebroken voet te hebben. Oeh, ja. Hartelijk bedankt.